Al vroeg trekken de vrijwilligers hun overalls aan. Ze komen een kippenboer helpen bij het schoonmaken van zijn stallen. Maar eerst is er koffie. We beginnen straks in stal 1. Die hebben gisteren de mest eruit gehaald. In Barneveld is een actie opgezet om de boeren te ondersteunen die vechten tegen de fipronilvervuiling. Boenen bij de boer heet de actie. Zonder vrijwilligers heb ik er zelf geen tijd voor om dit allemaal te doen. Waarom doe je dit? Dat ik bewogen ben met die mensen die toch in de put zitten nu. En die goed weten hoe het afloopt. Het ziet er echt niet best uit. De fipronilverontreiniging blijkt namelijk hardnekkiger dan gedacht. Die valt iedere keer weer tegen. In augustus dachten we van, we gaan de kip op dieet zetten. En dan, 4 weken later, dan kun je weer eieren gaan leveren. Maar dat is dus niet zo. En ook de stal schoonmaken is veel moeilijker dan we in eerste instantie gedacht hadden. Al dat schoonmaken, is niet een beetje overdreven of niet? Ik eet gewoon de eieren op. Dus ik vind het allemaal overdreven. Maar de wet is de wet. En als je een fout gemaakt hebt, dan moet je daarvoor lijden. Bijna alle besmette boeren hebben hier last van. En het probleem is nog niet opgelost. Ik hoop dat we volgend jaar rond deze tijd, dat we echt alle blokkades dat die opgeheven zijn. Is wel heel somber. Dat moet realistisch zijn, maar dan ben ik wel een opgelucht mens als we zeg maar over een jaar vanaf nu kunnen zeggen, er zit geen enkele blokkade meer op eieren, op dieren en op mest op die bedrijven. En ze kunnen weer, draaien zoals ze gewend waren te doen. Deze boer schat zijn verlies nu al op bijna 300.000 euro.